Reed zo klein welkom bij Excelsior Rotterdam. Ja, dankjewel. Wat heeft je doen besluit om hier uh, jouw, contract, of jouw handtekening onder contract te zetten? Uh, ik was uh, toen aan een nieuwe uitdaging en ik uh, wilde graag de Eredivisie in. En dat uh, kon hier, dus uh, het leek me een goede stap om te maken. Ja, want je zegt, ik was toen aan een nieuwe uitdaging, ik wilde de Eredivisie in. Waar kom je vandaan? Vertel eens wat over jezelf. Uh, nou, ja, ik kom uit uh, Enschede. Ik heb uh, nu drie jaar bij de Belofte van 20 gevoetbald. En uh, was niet heel veel perspectief uh, op het eerste, dus. Toen ben ik zelf mijn stappen gaan ondernemen naar een uh, andere club te zoeken. Ja, want hoe kom je dan uh, in contact bijvoorbeeld met een Excelsior? Via, waarschijnlijk de hoofdtrainer, Richard Mang, denk ik. Of via ja. speelsters, wel wellicht? Uh, ja, nou ja, ik ken uh, Anne Bagrat, ken ik al. Die uh, heb ik mee bij het Center gevoetbald. Maar ik heb uh, Richard zelf vermeld of ik uh, kom mee trainen. En dat is eigenlijk wel bevallen. Ja, van beide kanten, denk ik dan. En dan uh, doet je je besluit om dan uiteindelijk hierheen te komen, natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dat is een mooie stap natuurlijk voor jezelf. Wat zijn je doelen en, en, je, en je ambitie eigenlijk? Uh, ja, nou komen natuurlijk zoveel mogelijk minuten te maken in de eredivisie. En uh, zelf gewoon zo goed mogelijk uh, door te ontwikkelen. Ja, want door te ontwikkelen? In welke uh, positie op het veld doe jij dat? Ik uh, sta centraal achterin. En uh, is dat enkel centraal ook nog of nog uh, multi-inzetbaar, om het zo te zeggen, op het voetbal? Ja, ik heb ook nog wel eens spits gestaan, maar uh, achterin is toch wel uh, het beste. Dus je moet, uh, Richard moet jou niet in de spits gaan zetten, dat zeker? Nee. Gelukkig mooi joh. Vertel eens meer, uh, meer over jezelf. Wat, wat doe je? Uh, wat, ja. uh, wie ben jij nog meer? Uh, nou, ik ben Richard Klein, ik ben 19 jaar. Uh, op dit moment. Uh... Ja, studie wellicht ook nog? Ja, ik ben uh, gestopt omdat ik. Uh, Kijk, eens aan, volledig, volledig voor het voetbal dus? Ja, ja. Nou ja. Dat is ook natuurlijk wel het volledige voetbal, daar gaan we het nu ook over hebben. Want ja, je gaat natuurlijk naar Rotterdam toe van Enschede. Dat is niet een kleine stap. Hoe ga je dat uh, ondernemen? Ja, ik uh, ga inderdaad ook op kamers. Ik uh, moet nog even wat zoeken, maar uh, dat moet wel goed komen. Dus, uh, alles wijkt voor het voetbal, momenten. Precies, op dit moment wel. Ja. Dat is ook een, een nieuwe stap natuurlijk, want ja, het is naar Rotterdam toe. Een andere omgeving dan bij het nuchtere Enschede altijd. Hoe ga je dat uh, tegemoet? Ja, het is wel een stuk drukker. Ook op de heenweg hier natuurlijk al heel veel verkeer. Overal, trams hebben wij in Enschede bijvoorbeeld ook niet. Dus maar ja, komt wel goed. Nou ja, wat dat gaat, heb je misschien een ander baggerat, een goeie. Dus die is al een jaar gewend hier, die kan je mee meenemen de stad in. Precies. Dus dat uh, komt allemaal goed. Voor de rest wens ik je een hele fijne zomervakantie. En ja, gaan we na de zomervakantie gaan we knallen. Yes, dankjewel.